Hey, ik ben Christel en welkom bij een nieuwe tutorial van Beats & Basics. Super leuk dat jullie weer kijken. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je deze stoere mannenketting kan maken. En met de hele handige verstelbare knoop. En onder de video hebben we een directe link. En dan kan je meteen alle materialen kopen in de shop. Heel veel plezier, ik hoop dat jullie ervan genieten. We hebben nodig een schaar, hazulit sieradenlijm, ronde tang, een kniptang, je kan op zich ook een schaar gebruiken, Tibetaanse spacer beads van 8 mm, Cylon draad met een beadingnaald, 3 mm leer, Miyuki kralen zwart mat, een bedel, dit is een Maya bedel, en wat niet stiften en een kapitelsluiting waarvan we alleen het ronde gedeelte gaan gebruiken. We gaan beginnen met deze knoop te maken waaraan we de bedel gaan hangen. Waar we de bedel aan gaan hangen, dat is het ronde gedeelte van de kapitelsluiting. Dus we pakken deze erbij en een stuk leer. Ik heb ongeveer 1 meter genomen. Natuurlijk hangt het ervan af hoe lang je ketting wordt. Maar we beginnen dus met het leer door het grote gedeelte van de kapitelsluiting te doen. Want de bedel komt aan het oogje te hangen. En we zorgen dat één kant net iets langer is, niet heel veel langer, maar dit gedeelte hebben we extra nodig om mee te knopen. Dan vouwen we het dubbel aan de kant van de sluiting. En wat we eigenlijk doen, is dat we onze vinger er tegenaan leggen. En dan nemen we het lange gedeelte leer. En dat draaien we om onze vinger heen. Naar achter. En dan één keer eromheen. Twee keer eromheen. En drie keer eromheen. Hier zie je hoe de drie draden op elkaar liggen. En dan halen we dat voorzichtiger af. En dan doen we het hetzelfde waar we net mee hebben gedraaid, datzelfde stuk leer, er doorheen naar boven toe. En dan kunnen we het zo aantrekken. En hier moet je gewoon een beetje ervoor zorgen dat de draden mooi op elkaar gaan liggen. Je ziet dat ik een beetje aan de ene kant trek en aan de andere kant, totdat het lusje een mooie lengte heeft, grote. Je kan het makkelijk kleiner en groter maken en dan met het andere stuk leer kan je het blijven aantrekken. En hier zie je dat op die manier de drie leren koorden op elkaar liggen. En de bedel gaan we er op deze manier aan hangen. De twee uiteinden zijn bijna gelijk, maar niet precies. Dus ik ga toch dit stukje eraf knippen voordat ik de verschuifbare knopen aan jullie laat zien. Ik heb al een knoop voor gedaan om te zien hoe het eruit komt te zien. Dus we gaan aan de andere kant van de ketting dezelfde verschuifbare knoop maken. We draaien de ketting even om, want het is makkelijker om het stukje waar je mee gaat werken aan de linkerkant te hebben. Dus je maakt een lusje en met het korte eind ga je om de twee draden heen en eronder door de lus heen. En dat doe je nog een keertje op dezelfde manier. Trek dit strak aan,
Soms is het leer een beetje glad om het aan te trekken. En daarvoor is een plat bektang juist perfect. Al helemaal, zoals je ziet, is deze geribbeld aan de binnenkant. En als je dat hebt, dan heeft het nog meer grip. Dus, trek het goed aan. Hou het korte eind zo kort mogelijk. Want we gaan dat toch afknippen. Dus al het leer, ja, dat is gewoon weggegooid leer. En als we daarmee klaar zijn, dan kunnen we checken of het allemaal goed open en dicht glijdt. Dus dat de knoop goed werkt. Nou, dat werkt helemaal goed. Dus nu kunnen we het leer gaan afknippen. En dit is dus waarvoor ik ook uitleg dat je een schaar of een tangetje kan gebruiken. Maar ik vind het prettiger om met een tangetje te werken, omdat je dan dichter bij het leer kan afknippen. Nu is het, nu we het hebben afgeknipt, kunnen we het gaan vastlijmen. Het is heel belangrijk dat als je het lijm op het stukje afgeknipte leer precies doet, dat je met je vingers eigenlijk de lijm tussen het leer duwt. Zodat het echt, als het droogt, dat het echt aan alle kanten droogt en het er niet uit kan schieten. En aan de andere kant gaan we ook een klein beetje lijm doen. En ook dat gaan we aandrukken. Zodat het een beetje tussen het leer komt. Maar aan de andere kant, dat is de voorkant van de ketting. Dus het is echt heel belangrijk dat je er een super klein beetje lijm op doet. Zodat als het opdroogt, je geen witte opgedroogde stukjes lijm ziet. Nu kunnen we gaan checken of de verschuifbare knoop goed werkt. Het is namelijk ook heel belangrijk dat er geen lijm komt op het draad waar het eigenlijk omheen glijdt natuurlijk. Want als dat vast komt te zitten, dan werkt het niet meer. Nu gaan we de Tibetaanse spacer bead bewerken eigenlijk. Want zoals je ziet heb ik om de spacer bead de Miyuki kralen geregen. En dat is iets wat ik gewoon wel apart vond en mooi. En omdat je door de kralen ook kan zien dat de spacer bead bewerkt is. Dus, ik pak mijn beadmatje erbij waarop ik het silondraad op een naald heb geregen. Ik heb mijn Tibetaanse spacer bead van 8 mm en de zwarte matte Miyuki kralen. We hoeven op zich alleen maar het draad door de naald te rijgen. We hoeven niks te knopen. En wat we als eerste gaan doen is het draad vastmaken aan de spacer bead. Dus we doen hem gewoon er doorheen. En we zorgen dat we genoeg draad hebben, zodat we helemaal om de kraan heen kunnen gaan met de Miyuki kralen. En dan eigenlijk maak ik gewoon een dubbele knoop. Ik zorg dat hij een beetje aan de onderkant bij het rijgat komt te zitten. En dan doe ik er nog een knoop in. En dat trek ik goed aan. Je kan het gewoon zo naar beneden schuiven, dat is geen probleem. En elke steek gaan we met 8 Miyuki kralen doen. Dus daarvoor is het zo handig om een naald te gebruiken, want ik pak ze gewoon zo op. 3, 4. Dit zijn er 8.
naar beneden toe. En dan doen we de naald weer door de kraal. En zo zie je, zo hebben we ons eerste rijtje kralen. Even checken of jullie het goed kunnen zien. En dat gaan we om de kraal helemaal eromheen doen. Hier zien jullie een tussenstand. In het begin dan zitten de kralen nog een beetje losjes, maar hoe meer rijen je maakt, hoe makkelijker het wordt. En je ziet al dat je een soort tralie-effect krijgt, hè? Dat je er doorheen kan kijken. Nou, we gaan nog even door. Zo. Zo, ik heb nu alle Miyuki's eromheen geregen. In totaal heb ik het 10 keer gedaan. En zoals je ziet heb je dan zo'n kraal gekregen. En je hoeft het alleen af te werken. Je zorgt natuurlijk, of dat gaat eigenlijk automatisch. De beide uiteinden van de draden zitten aan één kant. En dan gaan we gewoon twee dubbele knopen in doen. Gewoon een paar goede knopen. En dat is het eigenlijk al. 1. En dan is onze kraal klaar. En dan kunnen we de stukjes draad afknippen. Op zich zie je de uiteinden bijna niet, maar als je zo een draadje over hebt, ik weet niet of je het kan zien, zoals daar, dan kan je dat gewoon even afbranden. Nou, nu gaan we met de nietstiften eigenlijk een bedel maken. We hebben maar één nietstift nodig, dus we pakken de kraal die we net hebben gemaakt met de Miyuki kralen. En daar doen we de nietstift doorheen. Zo. Nou, dan beginnen we gewoon aan één kant met een oogje maken met onze ronde tang. Dus je pakt de uiteinden en die buig je op. Zo. En als hij is omgebogen, dan kan je hem nog even zo terugbuigen. Voilà. En dat doen we ook aan de andere kant. Pakken de kniptang erbij. We hebben ongeveer 1 centimeter nodig. Iets minder misschien, maar 1 centimeter is goed. Dus we knippen de nietstift af. En we doen met onze ronde tang precies hetzelfde. We buigen het om. En als we het mooi hebben omgebogen, buigen we het een stukje
terug. Zo hebben we een bedel gemaakt van onze kraal. En we kunnen hem aan onze ketting gaan hangen. Om de bedel aan je ketting te hangen, kunnen we eigenlijk twee dingen doen. Je kan hem meteen aan de nietstift, aan het oogje wat je zelf net hebt gemaakt, hangen. En je kan er ook een jumpring tussen doen. Ik heb ervoor gekozen om het gewoon met de nietstift te doen. Dus ik maak het weer een klein beetje open. En dan hang ik de bedel eraan. Ik zorg wel dat ik check dat de voorkant een beetje zo zit waar de drie draden van leer over elkaar op elkaar heen zitten. We doen de nietstift er doorheen. En met of de ronde tang of met een platbektangetje doen we hem weer dicht. Zo. Dat is één. En vervolgens, als laatste, nemen we onze Maya bedel. En wederom heb je de keuze om het meteen aan de nietstift te hangen. Of er een jumpring tussen te doen. En ik heb weer gekozen om het meteen aan de nietstift te hangen. Dus we kijken even of de ketting goed hangt. Zo. We maken het oogje wat we net zelf hebben gemaakt een klein beetje open. En we hangen de ketting eraan. En we doen hem weer dicht. Voilà. Onze ketting met dubbele bedel is klaar. En we hebben een mooie verstelbare knoop gemaakt. Die we makkelijk groter en kleiner kunnen maken. Ik hoop dat jullie plezier hebben gehad met deze video. En ik hoop ook dat jullie de ketting thuis gaan proberen te maken. Ik vind het altijd leuk om jullie creaties te zien. Dus je kan die ook posten op Instagram met de hashtag Beads and Basics. Als je nog vragen hebt, kan je dat onder de video plaatsen. En verder kan je alle materialen kopen op www.beadsandbasics.com. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. En als jullie nog meer video's van ons willen zien, abonneer je dan op ons kanaal. Doei!